Het Nationaal Vervoerbedrijf NVB zal op korte termijn abonnementen introduceren voor senioren, burgers en studenten. Volgens de NVB-directeur Fariel Renferm zal er gewerkt worden met verschillende partners om dit project succesvol te maken. De directeur hoopt in oktober de abonnementen te lanceren. We zijn bezig te kijken naar partners die kunnen helpen. Die willen helpen om dit, deze doelen van ons te realiseren. Dus de studenten zullen zich dan registreren. We gaan kijken naar een betaalmodel, misschien met je telefoon of met een kaartje. Dus we zijn bezig daarmee. Er zullen strategische routes worden uitgestippeld voor de bussen, zodat studenten niet meer met 2 of 3 bussen hoeven te reizen per dag. Het abonnement moet kostenbesparend werken voor de doelgroep. Renferm benadrukt dat zo een abonnement alleen voor schoolgaanden bestemd is. We gaan kijken hoeveel het eigenlijk zou kosten per maand. En dan met een zacht prijsje, dan kan je in een maand dus zo'n bus pakken. Om dus naar school te gaan, van school naar huis. We willen ook kijken naar een project in Paramaribo. Het gaat om scholen, schoolkinderen ook, want onderwijs doet scholen in de districten, maar niet in Paramaribo. En in Paramaribo komt het nog veel voor dat kinderen 4 tot 6 bussen moeten pakken per dag. Dus we kijken waar is het druk, Parapassi, Noord, vanuit Sunny Point en zo, dat de bussen gewoon naar het scholencomplex gaan en 1 uur weer terug.